Deze vrouw is aardig op weg, maar zeg je Pasen, dan zeg je ook The Passion. Vanavond werd in Zeist door bekende Nederlanders het verhaal over de wederopstanding van Jezus opgevoerd. Maar ook in Zoetermeer, op deze basisschool. Precies 3 dagen na zijn vrede dood, staat Jezus weer op bij de leven. Jullie hebben heel hard aan gewerkt. Hè? Hoeveel maanden zijn jullie bezig geweest? We zijn inmiddels 10 maanden bezig al. Ja, dus dat is wel erg lang. En nu eindelijk het moment suprême. Geen woord als we falen in stilte. En we gaan ook heel veel liedjes zingen, maar dat ga je niet doen. Kun je echt niet een beetje zingen dan? Nee, alleen in het wel bijzonder, want niet heel veel andere scholen doen dit. Dus het is wel uniek. Het is ook heel fijn om de boodschap van de paasverhaal te vertalen naar het hedendaagse. En dat aan de kinderen mee te geven. En na wat oefenen is het tijd voor het echi. We moeten weer samen in vriendschap geloven. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben daarvoor geboren.